En we merken dat ook daar in het vrijwilligerswerk, je werkt samen. Het gaat niet echt over charity, het gaat niet echt over iemand iets geven. Daar zijn andere organisaties voor die ook heel goed werk doen. Maar daar geloof ik, door samen te participeren aan cultuur, samen dingen te doen, samen te werken, dat je ja, die sociale duurzaamheid, ja, dat wel echt een groot effect heeft. Met Masala focussen we vooral op contributie. Van hoe, integratie is van hoe kan je aanpassen aan de maatschappij. Maar ik denk dat je anders moet denken van wat kun je bijdragen aan de maatschappij. En in Gent proberen we dat op die manier te doen en er is daar ja, ruimte voor om dat te kunnen doen. En eigenlijk, ik ben gewoon zo, oké, ik ben een nieuwe plaats, nieuwe mensen, ik ben gewoon door. Ik wacht niet dat, oh ja, dat is aangenaam voor mij, nee, ik doe mijn neus. Ik steek mijn neus in. Ja. Ja. Ik ben Bilal Abbas. Waar ik vooral mee bezig ben, is de Masala VZ2. In die VZ2, de gedachte erachter is natuurlijk dat diversiteit geen doelstelling niet meer is, maar een realiteit. Als je kijkt naar buiten, is het heel divers, maar als je kijkt in de media of overal theater, wat dan ook, is er heel altijd dezelfde soort mensen. Niks tegen die mensen, maar als je altijd dezelfde soort mensen hebt die de verhalen vertellen, gaan we altijd dezelfde soort verhalen hebben. Dus met Masala proberen we meer diversiteit aan kunst en cultuur te krijgen, omdat daar de beeldvorming wordt gemaakt. Ik denk dat de bijdrage vooral is de know-how of de ervaring die we opdoen als een diverse groep, van dat te kunnen gebruiken om, ja, ik ga niet zeggen problemen oplossen, maar toch wel alleszins na te denken over de problemen van de toekomst. We hebben ook lessen mobile journalism, waarin dat we eigenlijk interviewtechnieken leren, camera, monteren. Daarnaast zijn we ook eigenlijk een kortfilm nu aan het produceren. Dus eigenlijk van alles mee bezig. Dus de bedoeling is vooral dat er meer mensen met een diverse achtergrond een platform hebben. Dat is hier de atelier van Masala, atelier FabLab. We geven hier workshops rond allerhande thema's. We hebben eigenlijk kleine plottertjes, dus tekenmachientjes gebouwd met gerecycleerde PC-onderdelen. En dat is eigenlijk een computergestuurde machine om moestuin te onderhouden, een farmbot. Dat gaat ook over dus tuinieren, compost maken en dergelijke, dus technologie en biologie combineren. Dus met Precious Plastics kan er eigenlijk in de buurt plastic verzameld worden en lokaal gerecycleerd worden tot bruikbare producten. En op die manier kun je ook workshops doen naar jongeren toe, rond duurzaamheid en dergelijke, maar kun je eigenlijk zelfs kleinschalige productie met lokaal gerecycleerd plastic opzetten. En dat is een probleem geweest, dat we in die transitie denken dat vooral die hoge middenklasse, hoogopgeleid, een denkkader heeft om te denken van hoe gaan we de problemen oplossen van de toekomst, zonder eigenlijk een hele groep mee te nemen, een diverse groep mensen laten nadenken. Van in het begin. Restu Interim is eigenlijk een sociaal-culturele organisatie en wat wij eigenlijk proberen te doen is ervoor te zorgen dat er dat nieuwkomers, hè, mensen die dus nieuw zijn in België, dat kunnen vluchtelingen zijn of asielzoekers, hè, of andere groepen van migranten, dat die eigenlijk voldoende kansen krijgen om zich op sociaal en professioneel vlak te ontwikkelen. Want eigenlijk als je nieuw ergens bent, wat heb je nodig? Ja, een sociaal netwerk. Je moet de taal leren natuurlijk. Je bent op zoek naar manieren om de stad te leren kennen. En wij willen eigenlijk de nieuwkomers verbinden met de stad waar ze in wonen. En we doen dat door ze vrijwilligerswerk te zoeken. Binnen de brede sociale culturele sector. In Gent zijn dat dan vooral theaters, muziekfestivals, musea, sociaal culturele activiteiten. En wij zoeken voor hen vrijwilligerswerk en wij verbinden hen met daarmee. Ja, vinden we het heel belangrijk dat de sociale sector, de culturele sector, het middenveld, de festivals, de evenementensector, dat eigenlijk ook een afspiegeling is van de maatschappij. Dat door vrijwilligers in te schakelen in je organisatie die van ergens anders komen, dat die ten eerste al heel veel andere ervaringen meebrengen. Een hele nieuwe dynamiek kunnen zorgen in je vrijwilligersteam. Organisaties zijn ook altijd op zoek naar extra vrijwilligers, dus dat kan een extra versterking zijn. Naar je publiek toe heeft dat ook een positieve uitstraling. Zij trekken ook zelf hun eigen vrienden en familie mee om deel te nemen aan die activiteiten. Dus wat mij betreft is dat eigenlijk een redelijk hands-on en gemakkelijke manier om meer te werken rond diversiteit en inclusie. Dat diversiteit geen drempel is, maar eerder een opportuniteit.
En dat we eigenlijk vooral de positieve kanten van het verhaal proberen te tonen. Dat wij vooral proberen te tonen dat we niet alleen maar moeten kijken naar hetgeen wat mensen niet hebben. Dus bijvoorbeeld het juiste diploma niet hebben of het juiste taalniveau nog niet hebben. Maar dat we eigenlijk vooral proberen te kijken naar wat die mensen wel hebben. Zeker na zo'n dag als vandaag, waarbij we weer al 20, 30 mensen hebben gezien, sta ik er toch altijd ongelooflijk van versteld. Hoeveel dat die mensen in huis hebben. En dat klinkt bollig, hè, maar dat is eigenlijk niet zo. We proberen vooral daarop te focussen. Ik denk dat dat onze rol is. En ik denk dat wij ook proberen te bewaken dat, zoals ik al zei, dat die mensen in hun waarde worden geschat. En dat het de samenwerking, dat ze vooral kwalitatief zijn. Dat er niet alleen een win is voor de ontvangende organisatie, maar ook voor de nieuwkomers zelf. Hallo, ik ben Rahaf El Abed. Ik kom uit Syrië. Ik ben 25 jaar. Ik ben hier al 4 jaar, een paar maanden in België. Dat was 3 jaar geleden ben ik naar hier gekomen. Ik was totaal nul, mijn Nederlands. En ik was gewoon zo echt in een paniek en in een hoekje. Waar ben ik? Wie zijn zij? En dan waren veel buitenland mensen en ook Arabisch. En dan heeft ze beginnen mij vertellen. En ze waren super vriendelijk. En ze weten dat, wat voelen wij, zoals een nieuw land, een nieuwe cultuur voor ons. Ze hebben veel uitleg gedaan, veel geholpen. En vooral zo voor de taal, super traag. En ja, dat heeft eigenlijk veel gedaan, review en train. En tot nu ben ik samen met hen. Ja, gewoon doen. Gewoon doen, dat wil ik ook nog zeggen. Niet te veel babbelen, gewoon proberen. Gaan. Voilà. Huppakee. Ja,